Jacob. Jacob. Staat de jongen voor de deur? Die zoekt zijn vader. Jansen. Kerk. Dreverhaven.
Dreverhaven op de Zuidkade nummer 11. Spijt me, maar ik heb deze jongen nooit eerder gezien. We hebben niets van hem nodig. Wacht. Vanaf dat moment besloot ik Dreverhaven verder met rust te laten. Dat kan ik begrijpen. Wilt u roken? Dank u wel. En hoe ging het toen verder met u? U bent advocaat. Dus op een zeker moment bent u gaan studeren. Na school liet mijn moeder me geen vak leren. Er was geen geld en ik moest het zelf verder maar uitzoeken. Ik rolde van het ene baantje in het andere. Het spijt me. Volgende maand nieuw aanmelden. Je kunt gaan. Het werk was meestal tijdelijk. En na een ontslag volgde stevast een paar weken zonder. Die tijd vulde ik met het lezen in mijn encyclopedie. Die liep slechts tot de letter T. Maar dat kon me weinig schelen. Met behulp van een woordenboek wist ik steeds meer woorden te ontcijferen. En sloeg ik de kennis blad voor blad in me op. Ondertussen begonnen mijn moeder en ik elkaar steeds meer op de zenuwen te werken. Ik wilde bij haar weg om mijn eigen geld te verdienen. En zij liet merken dat ze daar precies hetzelfde over dacht. Het is klein, maar niet vochtig en goed verwarmd. Mijn zoon verhuist naar de achterkamer. En wat moet dat kosten, mevrouw? 7 gulden kost een inwoning. Als u rookt, heb ik dat liever niet in de kamer. Ja, man. Jan Maan was een communist. Een machinebankwerker. Die bij ons kwam wonen nadat hij ruzie had gekregen met zijn ouders. Over zijn verloofde. Trudy. Leren kennen in een lunchroom op de Waalkade. Zeg mijn moeder lunchroom. Die leeft een fooie, Jan, dat kan nooit dat wezen. 4 weken later zou de verloving uitraken. Maar Jan Maan zou altijd bij ons blijven. Ik keek vanochtend naar buiten en ik dacht... De zomer die laat hem wel even op zich wachten, mevrouw. Ik dacht dat ze...